Welkom bij Housevision, het programma over het huren en kopen van vakantiewoningen. Deze aflevering staat in het teken van wonen en recreëren aan het water. Kort-Jan gaat op onderzoek uit aan het Hegermeer in Friesland. Welkom in dit uitgestrekte gletsjerdal, want dat is het. Duizenden jaren geleden, in de ene laatste ijstijd, hebben de gletsjers de ondergrond als het ware uitgescheurd. En zo is dit dal ontstaan. En daar varen we nu op. Tegenwoordig is het natuurlijk gewoon genieten geblazen op dit prachtige meer. Het Hegermeer, of gewoon in het Nederlands, het Hegermeer. Welkom in Friesland! Het meer is een van de grotere Friese meren. Het ligt ten zuidwesten van Heeg, 10 kilometer ten zuiden van Sneek. De drie meren, Hegermeer, de Vluze en de Morra, zijn alle drie ontstaan tijdens de Ris-ijstijd, meer dan 100.000 jaar geleden. Vanaf dit meer is ook het IJsselmeer eenvoudig te bereiken. Je volgt het Johan Friesakkanaal, dan passeer je nog een aantal prachtige meren en vervolgens ben je in de stad Stavoren, wat natuurlijk aan het IJsselmeer ligt. Ik vaar precies de andere richting op, richting Heeg. Vandaag de dag is het dorp Heeg onlosmakelijk verbonden met watersport. Maar Heeg kent een rijke geschiedenis en is al sinds lange tijd afhankelijk van het water. Door de open vaarverbindingen met de belangrijkste Friese steden konden de Heger palinghandelaren hun handel makkelijk exporteren naar Antwerpen, maar vooral ook Londen. Vanaf 1731 tot in de 30e jaren van de vorige eeuw voeren hier palingaken af en aan. Vooral in de zomer is Heeg the place to be voor de watersporter, van jong tot oud. Aan het meer ligt havenresort Heeg. Een resort gericht op de watersporter die wat meer comfort wil en liever niet hutje-mutje in een bomvolle jachthaven wil liggen. Er zijn grote ligplaatsen voor je boot, het terrein is bewaakt en voorzien van een eigen luxe poort die je opent met afstandsbediening. Ook heb je je eigen parkeerplaats en is er een 24-uur service met een eigen monteur. Kijk, dat is nog eens een aankomst, toch? Here's a lineman for the county. Het ziet er goed uit. Ik zie dat deze niet helemaal is ingericht. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dat hoeft ook helemaal niet, want je kunt hem eigenlijk invullen zoals je wil. Nou schijnen mensen met boten nogal gebrek te hebben aan bergruimte. Nou ja, deze ruimte is daar uitermate geschikt voor. Of voor iets anders. Je kunt de studio's volledig naar eigen inzicht inrichten. Ook hier heb je natuurlijk de grote openslaande deur. Kijk, en deze is al wat meer ingericht als leefruimte. Heel praktisch is dat je voor aankomst je koelkast kunt laten vullen door de beheerder. En dat klopt, de koelkast is inderdaad rijkelijk gevuld. Een bovenverdieping. En zoals bij elke studio is ook hierboven extra ruimte. En ook hier heb je een mooie, strak uitgevoerde badkamer. Kan je even lekker opfrissen na het zeilen. Voor alle duidelijkheid, dit zijn multifunctionele studio's. Je kunt ze inrichten en er alles mee doen wat je zelf wilt. En ze zijn ook te huur. Dit type studio is te koop vanaf €149.000. Vandaag ben ik in het noorden van ons land, in Friesland. En ik heb je net Heeg laten zien en 10 kilometer verderop ligt Sneek. Binnenkort beginnen de skillertoertochten weer. Maar ik moet nog even oefenen volgens mij. De ronde van Wimbritseradiel is de jaarlijkse aftrap van het skillertoertochtseizoen. Het is een schitterende tocht door de mooie omgeving van Sneek. In de 13e eeuw kreeg Sneek stadsrechten. Dit was het begin van een bloeiperiode als handelstad. In 1492 werd met de aanleg van een stadsgracht en een stadsmuur begonnen.
Van de oude vestingwerken resteren nu nog de waterpoort en het bolwerk. Dit jaar staat de stad van 31 juli tot en met 6 augustus weer helemaal op zijn kop voor de Snijkwijk. Dat is natuurlijk het jaarlijks terugkerend zeilevenement waar zeilwedstrijden worden georganiseerd, een vlootschouw, een kermis, nou ja, één groot feest. Van de drukte terug naar de rust van Haven Resort Heeg. Gericht op de watersporter die naast gezelligheid ook rust en comfort wil. Op het Haven Resort zijn voor de bootliefhebber luxe schiphuizen voor bijna alle lengtes. Ze zijn er met of zonder studio en luxe en comfort staan voorop. Er zijn 5 verschillende schiphuizen, waarvan ook enkele met een bovenverdieping. En hoe dat kan worden, dat laat ik je zo zien. Het zijn strak vormgegeven schiphuizen. Sommige hebben een groot terras op het zuiden. En sommige hebben een extra verdieping. Kijk, dat is leuk. Details van de boot die zijn doorverwerkt hier in de wc. Echt zeil. Wat is dit dan? Een badkamer van zeil. Dat geeft wel een hele bijzondere sfeer, moet ik zeggen. Deze schiphuizen zijn te koop vanaf €135.000 ex-BTW. Voor iedereen die van de watersport zijn beroep wil maken, zijn er verschillende soorten bedrijfspanden voor wonen en werken aan het water. Hier wordt druk gewerkt aan een aantal designpanden. Zo'n designpand is te koop vanaf €500.000. Er wordt hier binnenkort ook een zeer luxe jachtclub gebouwd. Waarvan je hier de eerste beelden ziet. En er komt nog meer. Op het Haven Resortterrein is ruimte gereserveerd voor een luxe hotel en watersportactiviteiten. Er worden zeilessen voor volwassenen georganiseerd, met aansluitend een 3-gangen diner en verblijf in het hotel. Oh, nou dat klinkt heerlijk. Zeker als je weer eens te laat gebukt hebt voor die giek. En voor iedereen die daarna nooit meer wil zijn, worden er ook motorbootvaarlessen gegeven. Golfen kan ook op 15 minuten rijden vanaf het resort. Gezelligheid, mooie natuur, mooie meren in de buurt. En hier natuurlijk de privacy en de ruimte om bijvoorbeeld lekker gezellig te barbecuen. Wil je meer weten over de Friese meren of iets anders dat je gezien hebt? Kijk dan op housefishing.nl. Ja, jongens, kom er daar nu maar bij ook.